Valentijn hier, a.k.a. Wicked Painter. Hey, ik ben helaas de intro video kwijt, dus ik maak het even via zo. Hoe dat is gekomen, ik heb geen idee. Ik ben hem gewoon in één keer kwijt. Ik denk dat ik of vergeten ben om op te nemen, of dat hij hem gewoon automatisch heeft gewist. Dat is ook altijd mogelijk. Maar ik denk, ik doe het toch maar eventjes zo. Ik wou even doorgeven, de painting is eindelijk af. Jullie gaan dan eerst straks de video bekijken. En dan zien jullie het eindresultaat. Ik moet toegeven, de painting zelf, ik vind hem echt nog steeds geweldig. Dat zal ik ook op het einde van de video zeggen. Ik vind hem gewoon echt helemaal geweldig. En hij ziet er ook best realistisch uit. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Het waren best zware weken. Ik denk 2-3 weken. Voor die molens. Ik ben het ook absoluut niet gewend. Gebouwen is ook niet mijn sterkste punt. Maar ik heb het speciaal voor iemand gedaan die het heel graag wou. En uiteraard, als iemand het aan mij vraagt, maak ik het direct. Dus ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. En dat jullie er veel kijkplezier aan hebben. En ja, nogmaals, sorry, mijn intro is gewoon weg. Ik weet het niet. Dus nou ja, goed, doe ik het maar even via zo. Ik hoop echt dat jullie deze schilderij ook fantastisch vinden en dat jullie ook meer willen zien. Laat het gewoon even weten in de comments. Druk op abonneren als jullie meer video's willen zien. En ja, laat gewoon even weten of jullie zelf een idee hebben voor een schilderij. Wat ik verder nog kan vertellen. Nou ja, goed, volgende week ga ik gewoon weer met een andere schilderij beginnen. Ik heb zelf nog niet echt een hele idee van wat ik wil gaan doen. Maar ja, goed, ik ga gewoon volgende week gewoon even kijken van is er een idee wat ik kan maken of hebben jullie een idee, dan lees ik dat snel in de comments. Ik hoop dat jullie van deze video mogen genieten. Doe dan gewoon even een duimpje omhoog als jullie hem prachtig vinden of mooi vinden of niet. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik doe het voor jullie en natuurlijk voor de kinderen om gewoon te inspireren tot het maken van eigen werkjes en eigen kunst. Laat gewoon even weten in de comments wat jullie willen zien. Duimpje even omhoog. Abonneren. En dan spreek ik jullie graag. En zoals ik altijd zeg, go paint wicked. Yeah.
Peter.